Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft gisteren een spoedpersconferentie belegd over de plotselinge verhoging van de benzineprijs. De gemeenschap werd onaangenaam verrast door de verhoging die in de nacht van woensdag op donderdag onaangekondigd is doorgevoerd. Bij Sol is unleaded 5 cent duurder geworden, terwijl bij GoTo het met 4 cent is gestegen. Bij Sol is Super Unleaded van 6 SRD 12 naar 6 SRD 16 gegaan. De prijs van diesel is stabiel gebleven bij deze maatschappij, terwijl het bij GoTo 14 cent duurder is geworden. Het was niet duidelijk of de regering of de pomphouders de prijs hadden aangepast. Minister Welzijn benadrukte dat de overheid geen invloed meer heeft op de bepaling van de pompprijs. Deze prijs is namelijk afhankelijk van de wereldmarktprijs, zegt hij. En de wereldmarktprijs is de prijs die, laten we zeggen, de oliemaatschappij ons opgeeft. We krijgen een factuur, we verifiëren dat, we controleren dat en wij geven aan de oliemaatschappij per beschikking aan wat de prijs zou moeten zijn nadat wij dat hebben geverifieerd. Maar nogmaals, invloed op die prijs hebben wij niet. We hebben wel de plicht omdat olie strategisch is. Komen we onze plicht na dat we de consument onder andere ook moeten beschermen en we onze prijs bewaken. Is het onze plicht en dat doen we met alle goederen, vooral als het gaat om strategische goederen. En dus de prijs wordt bekeken en in principe is het, zou je bijna kunnen zeggen, een rubber stempel. Dus dat is wat voor wat dat stukje nog duidelijk zijn, dat vanaf de herintroductie van de government take wij geen invloed meer wensen uit te oefenen op de vaststelling van de pompprijs. Minister Welzijn zegt verder dat de pompprijs in het verleden op maandbasis werd berekend, maar dat is nu afgebouwd. De overheid heeft recht op de government take, maar heeft volgens de bewindsman de afgelopen periode hierop ook ingeleverd. We streven ernaar om dus het inleveren van de overheid en het tegemoetkomen op dat stuk aan de consument, dat laten we los. Maar voor de rest, de vaststelling van de prijs en de controle van de facturen, dat gebeurt nog steeds. Dat is, zoals ik al heb gezegd, het valt binnen het portfolio, de verantwoordelijkheid van het ministerie. Dus de consument mag zich nog steeds beschermd voelen. Het is onze plicht als overheid om te voorkomen dat die wordt overvraagd. U mag het weten, wij controleren ook de facturen en er zijn verschillende manieren om na te gaan in hoeverre u en ik als consument van brandstof, de prijs betalen waarvoor het waard is. Dus die plicht is nog steeds bij ons en ligt nog steeds bij ons. En we gaan het op dezelfde manier en zelfs misschien beter uitvoeren. Omdat we weten dat die gemeenschap, die samenleving behoefte heeft aan een, juist onder deze omstandigheden, je wil voorkomen dat de gemeenschap het gevoel heeft dat ze worden overvraagd. Aldus minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Hij heeft gisteren op zijn kantoor een spoedpersconferentie belegd over de verhoging van de benzineprijs.